Pascal Bos gaat van assistent trainer van IJsselmeer volgens tot basisspeler vandaag tegen HHC. Kan hard gaan, hè? Ja, hoe gaat dat zo? Het heeft me een kistje wijn gekost, dus... we missen acht spelers. En dan moet je gaan schuiven, inderdaad. En nou goed, dan uiteindelijk, ik train nog regelmatig mee met ons, dus ik ben ook wel redelijk fit nog. En ja, dan moet je uiteindelijk toch de schoenen aantrekken weer. Afgelopen zaterdag ook erbij gezeten op de bank. Ja, en nu met twee extra schorsingen van afgelopen zaterdag moest ik wel eigenlijk. En gelukkig is het redelijk gegaan. Dus wat dat betreft kunnen we wel tevreden zijn over dit weekend. Ja, wie beslist er dan of je meedoet? De assistenttrainer of de trainer? Nee, ikzelf. Nee, natuurlijk niet. De hoofdtrainer beslist altijd natuurlijk. En ik heb hem zelfs gisteravond nog gebeld een paar keer van joh, misschien moeten we toch kijken om het anders in te vullen. Alleen dan moet je heel je speelstijl gaan veranderen. En dat is niet iets wat we graag willen. Dus dit was uiteindelijk de beste oplossing. En voor mij is het wel aardig gegaan. Ja, want sinds wanneer, hoe lang is het geleden dat je 80 minuten hebt gemaakt? Nou, ik maak hem wel minuten hoor. Met leuke wedstrijdjes. Oud Feyenoord, het RTL Sterrenteam. Ja, maar dat zijn toch heel andere potjes. Hele andere potjes inderdaad. Maar goed, ik train regelmatig mee. Ik train vaak mee, moet ik zeggen. En de afgelopen week heb ik gewoon 3 keer meegetraind. Dus wat dat betreft ging het nog wel redelijk. Ja, en hoe voelt dat, 80 minuten? Nou, dat moet ik morgen maar even afwachten hoe het voelt. Nu voelt het nog wel redelijk, maar ik denk dat ik morgen wel stijf wakker word, hoor. En smaakt dat naar meer? Nee. Weet je, uiteindelijk moet je je elftal moet je helpen, uit de brand helpen. En dat heb ik gedaan. En ik hoop gewoon dat nu de schorsingen zijn weer terug. En ik hoop ook dat de blessures gewoon snel terugkomen. Want dan kan ik weer naast Willem gaan zitten. Ja, en dan even over de wedstrijd van vandaag. 0-0 kun je ook tevreden mee zijn, toch? Nou, dat denk ik wel inderdaad. Tuurlijk had ik liever gewonnen. Alleen ik denk achteraf gezien dat je met een 0-0 uitslag wel tevreden mag zijn inderdaad. Het is voor de toeschouwers een leuke wedstrijd geweest. Met kansen over en weer en leuk spel. Dus wat dat betreft kunnen we wel tevreden zijn, denk ik. Ja, en ze waren ook tevreden over jou volgens mij, maar ik hoorde je naam geregeld. Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, wat dat betreft, ik heb alleen de focus op de wedstrijd. En weet je, of ze nou tevreden zijn of niet, ik doe mijn ding. En voor de club en voor de trainer ook. En, dus ja, weet je, het is een mooi weekend geweest voor ons, denk ik. Ik denk dat we de morele winnaar zijn van het weekend. 2 gelijke spellen. Natuurlijk kun je zeggen van, ja, je hebt een punt minder dan een overwinning. Maar ik denk dat je zonder kleerscheur weer verder bent gekomen. En ik denk dat we tevreden kunnen zijn. En nu weer op de bank zaterdag? Daar ga ik wel vanuit inderdaad. Of er moet deze week heel veel gebeuren weer. Maar ik ga ervan uit dat zaterdag weer die jongens fit zijn. Oké, succes.